I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi liefdatties, welkom bij een nieuwe video. Mocht je me niet herkennen, ik ben René. En dit is nog steeds Sergio. Ja. Het is de dag nadat ik mijn haar heb afgeschoren. En ik heb gewoon weer een lekker make-upje op gedaan. En ik dacht, fuck you all. Own it. Ga lekker lunchen. Zo is het. Zo is het. En het is gelukkig niet te heet. Bij de Haagse Beek gaan kijken. Ja, super mooi geworden. Is vorig jaar afgebrand. Of 2 jaar terug alweer. Ja. En zo. Huh. Mijn stem is een beetje. Huh. En zijn we helemaal op en top vernieuwd. En, ja, het is toch nog steeds dezelfde zaak. Je voelt wel dezelfde sfeer, maar het is gewoon echt lekker opgefrist. Ja. Nieuwe look. Het zag er leuk uit. Ja. En het was lekker. En was heerlijk. Ja. Vandaag ga ik beginnen aan de tweede chemo. Ik hoop dat het ook zo is, maar ik heb het gevoel alsof ik het nu beter aan ga kunnen. Gewoon ook psychisch, dat ik nu een beetje weet van wat er komen gaat. En ik ga ook gewoon nu niet eigenwijs zijn. Ik ga gewoon mijn pilletjes nemen. En als ik nog steeds misselijk ben, dan ga ik gewoon die andere ook proberen. En dan kijk ik wel hoe ik daar weer op reageer. En nou, gewoon alle hulpmiddeltjes gebruiken die er zijn. En is het echt klote, dan kruip ik even onder mijn dekentje en dan ben ik er even niet. Zo is het. Toch? Helaas mag jij er niet bij zijn. Nee. Vind ik stom. Het slaat nergens op. Ja. Maar ja, in het ziekenhuis zijn ze natuurlijk nog even extra voorzichtig, denk ik. Hm. En ik lig als het goed is op zaal dit keer. Dus ik weet niet of ik daar ga filmen, want er liggen misschien ook andere mensen. Ja. We gaan meemaken. Mee. Kijk je wel. Hè? Ik ga lekker een boekje lezen. Ja. Inderdaad. Nou, let's go. Let's go. Vanwege toch de verkoudheid en alles, heb ik nu ook deze. Rhino. En daar doe ik dan die capsuletjes in. Oh. 2 was misschien iets too much. Maar mijn capsuletjes van een kruidvat, inhalatie, capsules. En nou ja, dan zorgt dat het een beetje, dat je weer een beetje wat vrijer kan ademen, voelt wel fijn. En ik las net ook, ik had als tip gekregen van iemand die in hetzelfde traject zit. Hele fijne tips om ook misschien een diffuser te halen. Voor bijvoorbeeld in de slaapkamer of zo, dat dan die droogte weggaat. Dus misschien dat ik daar ook nog naar ga kijken. En sowieso heel fijn. Alle tips zijn welkom. Zo, het is 11:45. Ik heb zojuist mijn make-up eraf gehaald. Dus dan zien jullie me ook eens zonder make-up en kaal. Billen bloot. Sergio is moe. Andy is een beetje zenuwachtig. Andy? Wie is Andy? Ja, ik ga slapen. Ik moet morgen vroeg op. Van mijn verstandskiezen, in ieder geval 1 van mijn verstandskiezen gaat eruit. Ja. En ik ben echt als de dood voor de tandarts. We gaan nu naar de kaakchirurg, toch? Ja, die is stukken beter inderdaad. Nou, het wordt wel verdoofd en zo. Maar waar moet je heen eigenlijk? Nou, Ypenburg. Leidseveen Ypenburg. Oh, wel dichtbij. MKA Kliniek. MKA Kliniek, oké. Ja, Sergio's medische molen gaat ook gewoon gezellig door. Ondertussen zijn we de vlog aan het uploaden waarin mijn haar er dus afgaat. Ik neem jullie morgen mee. Ja. Sergio gaat jullie meenemen in de volgende vlog.
Ik ga hem zo joinen. Ik wil even vertellen, want dat heb ik volgens mij niet eens gedaan. Ik heb vandaag dus de tweede chemo gehad. En... die ben ik nog niet kwijt. Het ging heel goed. Het ging prima, ik voelde niks. En ik voel me nu zoveel stukken beter dan de vorige keer. Ik ben eigenlijk niet echt misselijk geweest. Een paar kleine momentjes dat ik denk, oh het komt op. Oh nee, toch niet. Dus ik ben echt heel erg blij. Ik voel me nog niet raar in mijn hoofd. Ik heb nog geen rood hoofd. Hartkloppingen vallen nog mee. Ja, ik hoop zo dat dit zo blijft. Dan ben ik echt dolgelukkig. Maar voor nu zeg ik ben al heel blij met deze dag. En ik wil ook nog even laten zien. Dat ik ook vandaag super mooie. Ik wil ook nog even laten zien dat ik ook vandaag super mooie bloemen heb gekregen na de chemo. Met een heel lief kaartje erbij. Zit hij er nog in, dat kaartje? Of ja? Zoek naar het kaartje. Ja. Die bewaar ik allemaal, de kaartjes. Hey zusje, hoppa. Dat was chemo nummer 2. Nummer 1 heb je al gerokt. En dat ga je nu gewoon weer doen. Dikke kus van je zus. Lara, Danny, Naomi en Daily. Love you. Super lief. En I love you. En ik heb ook mooie bloemen gehad van mijn werk. Van HR. Super lief. En attent dat ze even hebben laten weten dat ze aan me denken. Wordt zeer gewaardeerd. En nou, zoals ik al zei, ik ben heel blij met deze dag. Ik hoop dat het doorzet, maar voor nu is deze dag al in de pocket. Ik heb nu mijn dexametason klaar liggen om 8 uur 's ochtends in te nemen. Ik heb er maar even een krakotje naast gelegd voor. Mocht het toch een beetje een misselijkheid zijn, dat ik gelijk wat kan eten. Water om te drinken, om te spoelen. Ik ga, zoals ik nu elke nacht heb gedaan, toch even mijn neuzen insprayen. En dan hoop ik eigenlijk dat dat langzamerhand toch ook steeds een beetje beter wordt. Ja, want die verkoudheid is zo... Ik heb wel het idee dat het helpt. Dat het al wat beter aan het worden is. Dus we gaan gewoon door met van alles wat we aan het doen zijn. Thee drinken, hoestdrank drinken, pijnstillers nemen. En nou ja, ik ben gewoon één medicijnmachine. I don't fucking care. En voordat ik het vergeet, want het kaartje is ook al weggelegd. Bij al mijn andere kaartjes heb ik ook nog een heel lief kaartje gehad. Van mijn bestie. Kicks on ass today. En ja, die is weer van Ellen, Vincent en Charlie. Ook weer een super lief kaartje. Love you all. Heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie dit een leuke vlog. Deze is waarschijnlijk iets korter. Een heel stuk korter dan de vorige. En laat er weer een comment achter. Vind ik hartstikke leuk. Probeer altijd te reageren. En weer heel erg bedankt voor het kijken en jullie medeleven. Tot de volgende keer.